Geert Habbink, coach van de Dutch Windmills uit Dordrecht. Gefeliciteerd met de overwinning tegen Feyenoord Basketbal. Wat blijft jou het meest bij van deze bijzondere avond te mogen toch stellen? Ja, inderdaad, een bijzondere avond. En de reden dat die bijzonder is, en dat is wat mij blijft hangen of blijft hangen bij mij, is het feit dat dit de eerste gewonnen pot is voor Dutch Windmills. Ja? Nieuwe ploeg, nieuw team in de DBL. En dit is dan in Rotterdam de eerste overwinning die wij ooit hebben geboekt in clubhistorie. En dat zal waarschijnlijk jaren blijven hangen. Wat maakte dan het verschil vandaag dat jullie uiteindelijk nog ruimschoots winnen? Het verschil was intensiteit. En binnen ons eigen team. Hè? Niet het verschil tussen Dutch Windmills en Feyenoord. Maar het verschil tussen wat wij vorige week deden en wat wij deze week deden. Dus het verschil van vorige week en deze week binnen Dutch Windmills. We hebben vanaf seconde 1 intensiteit getoond. Ook met een links en rechts wat aparte situaties, dat we wat langer moesten wachten. En die intensiteit daardoor ook behouden. En nu wil ik niet zeggen dat Feyenoord geen intensiteit hadden ze ook. Maar als wij met deze intensiteit spelen, dan zijn we een redelijk goed team, denk ik. Want jullie zijn aan een nieuw avontuur begonnen in de Eredivisie. Ja, waar staat dit team van Dutch Windmills op dit moment? Of is dat nog koffie te kijken? Dat is nog... Dat moet nog blijken. Ja. Vorige week verloren tegen een heel goed Zwolle. En wij waren niet goed. Deze week gewonnen van een goed Feyenoord uit. En dat is natuurlijk altijd meegenomen, gewonnen wedstrijden uitspelend. Hoe goed zijn wij of hoe goed gaan wij worden? Ik heb geen enkel idee. Ik weet dat we een goede groep hebben. Met talentvolle basketbalspelers die goed met elkaar overweg kunnen. De chemie is goed en we werken hard. En dan moeten we maar nog blijken wat we daar aan resultaten mee kunnen boeken. Het is in elk geval een historische avond, maar we moeten toch even hebben wat er rondom deze wedstrijd gebeurde. Het scorebord, de klok en ja, de scores die ook niet helemaal klopten. Hoe was dat voor jou als coach? Ja, apart. Dit is natuurlijk mijn tweede wedstrijd die ik coach. Officiële wedstrijd, ik heb een paar oefenwedstrijdjes gecoacht. Het was apart, maar daar kunnen we lang over spreken. Ik denk dat de Feyenoorders daar ook niet blij mee waren. De spelers niet, de coaches niet en het bestuur niet die achter de tafel stond. Dus laten we daar geen groot ding van maken. Ik neem aan ik weet dat ze dat niet expres hebben gedaan. Ik neem aan dat het volgende week niet gaat gebeuren of de volgende thuiswedstrijd. Dus bygones, het was apart, maar dat nemen we dan mee in de geschiedenis. In hoeverre, ja, het heeft wel meegespeeld voor iedereen in deze zaal. Het was heel gek, heel apart. Ja, kijk, de eerste dingetje gebeurde, nu heb ik het toch over, wilde ik eigenlijk niet. Het eerste dingetje gebeurde en dan blijf je kijken. En ik denk dat ik ook misschien een paar dingetjes dan verkeerd heb gezien. Maar ik had het idee dat we langer dan 40 minuten hebben gespeeld. Ik had het idee dat we af en toe een puntje links en rechts misten. Zeker bij de vrijworpsituaties. Niet misten omdat we de schoten misten, maar die we maakten en niet op het scorebord kwamen staan. Ook niet op. Maar goed, ik heb het er al veel te lang over. Feyenoord Basketbal is een goede organisatie die al jaren staat. Wij hebben nog een aantal thuiswedstrijden af te wikkelen bij Dutch Windmills. Daar zal ongetwijfeld ook iets fout gaan. En dan hoop ik ook dat de tegenstander flexibiliteit toont zoals wij vandaag hebben gedaan. Nog even over het avontuur daar waar jullie mee aan zijn begonnen, Dutch Windmills. Eredivisie basketbal in Dordrecht. Hoe bevallen die eerste weken? Ja, goed. En ik heb daar een beetje aan getipt. Het is het feit dat we met een echte goede groep jongens spelen. Ik zeg jongens, mannen, jongens. Net op zo'n scheidingslijn zitten ze. En allemaal goed karakter, is fijn om mee te werken. Zijn altijd op tijd, zijn leergierig, willen graag. En ik denk dat een goede omstandigheid is om. En dan sta je ook 's ochtends met plezier op om naar werk te gaan. Voelt het als nieuw? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik had vanuit mijzelf meer nervositeit verwacht. Ik ben nog redelijk kalm. Ik heb natuurlijk ook zelf een beetje gespeeld vroeger. En ik denk dat nu helpt. Het voelt niet nieuw in de zin van basketbal zit er al een tijdje mee. Zit er al een tijdje bij. Ik ben eigenlijk verrast hoe comfortabel ik zelf al ben. En ik denk dat je daarna vroeg. Ik denk dat de spelers, we hebben natuurlijk een paar rookies uit college. En zijn voor het eerst alle 11 bij elkaar. Zich ook comfortabel en comfortabeler gaan voelen. We hebben een excellente week in training gehad afgelopen week. En dat vertaalt zich dan naar dit spel vandaag.